Je hebt een specifieke bezigheid in de circus. En dat is. Ja, ik ben messenwerpster. Messenwerpster? Ja. En dat doe je alleen? Of, Het is uniek, ik verslijt er veel, maar mijn laatste is achter één warp achterover gegaan. Achter één warp achterover gegaan? Ja. Voilà, Claudine, we gaan proberen daar iets aan te veranderen vanavond. En je mag plaats nemen op de kandidatenstoel. Geef Claudine een applaus aan. Yeah! Voilà, de muur gaat dicht. En nu wordt het spannend, Claudine, want drie kandidaten staan te wachten op jouw hand. Als je de hoek is natuurlijk, we stellen ze even aan u voor, kandidaat nummer 1. Ja. Kandidaat nummer 2. En kandidaat nummer 3. Claudine? Ja. Mag ik kijken? Nee. Jij mag een aantal vragen stellen. Ja. Het is belangrijk dat je de duidelijke vraag stelt en zegt aan welke kandidaat je deze vraag stelt. Spannend. Het is spannend. Ben je daar klaar voor je eerste vraag? En die stel je aan... Kandidaat nummer 1. Kandidaat nummer 1. Ja. Jij nodigt me uit voor een etentje. En het is een chic restaurant. Comme chez Louis. En we zitten tijd aan tijd. En wat is de eerste zin dat je zegt tegen mij, kandidaat 1? Ik zeg tegen jou, Claudine. We zitten hier toch wel mooi. En met jouw prachtige haartooi. Er zit wat rijm in. Beweegt er al iets? Een beetje simpel. Een beetje simpel. Maar goed, ik heb nog twee andere kandidaten. Je hebt nog een... is het dezelfde vraag die je stelt? Of, nee. Kandidaat... Ik ben potent, hè. Kandidaat nummer 3, maar ik ken zijn naam niet meer. De Johnny, hè? Johnny. Is de Johnny hier, hè? Is het dezelfde vraag of stel ik een nieuwe vraag? Nee, het is dezelfde vraag. Kun je het nog even herhalen voor het publiek? Ik ben het vergeten. Voilà. we zitten voor in een restaurant. Comme chez Marie. Ja, Louis. En ik stel een vraag. Wat is de eerste vraag die je mij zou stellen? Zijn niet gemakkelijk in de omgang, hè, madame? Dat is niet zo direct duidelijk, hè? Wat dat kijk ze doen, ik zou een juvel de tafel geven, hè? Ja? Zo van, dan moet je snel gaan en ik wil hier mijn biefstuk met friet, hè? Zo werken, ja? Ik zou kijk betalen, hè? Ja, dus doe je al iets... Het zit toch iets in, zo. Maar het zit nog wel zijn, dat zit er veel in, hè? We hebben nog kandidaat... Straks dus moet ik even kijken, maar het zit er veel in, hè? Dankjewel. Dankjewel, kandidaat nummer 3. Kandidaat nummer 2. Lieve vraag. Dezelfde vraag. Wat zouden mij zeggen als we voor de eerste keer elkaar zien in een chic restaurant? Wel, ik ben niet gehoord met de snor. Er zit heel wat sneeuw op mijn KD. Voilà. Amai. Voilà, wat... Maar ik kan kiezen. Wel, je... We zitten nu al in de fase dat je één kandidaat naar huis kan stemmen, of moet stemmen. Dus eentje, kiezen is verliezen. God, is moeilijk. Is worden het kandidaat 1, kandidaat 2 of kandidaat 3? Hé, de 3 blijft hier zitten, hè. Ja, de keuzes zijn jou. We gaan nu toch geen messen trekken, hè? Nee, we gaan geen messen trekken, maar je moet keuzes maken. Ik dacht bijna niet. Ja, maar dat weet ik, maar toch is het zeer belangrijk om dit nu te doen. Het is moeilijk, maar... Dus moet kiezen, hè? Ja. Ik kies kandidaat nummer 1. Kandidaat nummer 1. Oh. Heel jammer. We halen er eventjes bij. Dat je geen shots hebt! Ik ben echt potent. Heel potent. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, voilà. Maar u zal mijn visitekaartje. Ik heb nog een zuster. We hebben nog een paar minuten voor de reclame. Ja. Je kan nog één vraag stellen. Ja. En aan wie stel je die eerst? Aan kandidaat nummer 1. Die is... Dank je. Ik kom mee. Je kunt kiezen tussen kandidaat nummer 2 of kandidaat nummer 3. Het zit een beetje moeilijk. Het is moeilijk, hè. Maar we komen er wel. Hey, mijn hobby. Het gaat mij nog. kandidaat nummer 2. Jij hebt waarschijnlijk bepaalde vaardigheden.
Kun ik je zeggen met welke vaardigheden jij mij plat kunt krijgen? Kandidaat nummer twee. Claudine, ik leg u neer. En je hebt geen last meer van uw zwier. Claudine, geven we kandidaat drie een kans? Ik peuter ze eruit. Lekker fluit. Het is ongelooflijk. Er zijn ook nog minderjarige kijkers van het programma. Dus een beetje onder controle, Colin. Ja. Ik weet, je zit vol oestrogenen. Ja, je zit met testosteron. Kandidaat nummer 3 heeft genoeg testosteron, wat mij betreft. Ja. Wat? Kandidaat nummer 3? Ja. Hoi, ik ben klaar. Ik ben zwanger. Ja, Van mijn daarder klein. Zie je dat zitten voor nog meer kinderen? En hoe zou je dat aanpakken voor 5 kinderen op te voeden? Oh, kandidaat 2!